Gisteren werd bekendgemaakt dat Heijmans' provincie eruit zijn. Ik neem aan als wethouder zeer tevreden daarmee. Ja, wij hebben echt wel even een dansje gemaakt, want dit is heel goed nieuws voor de regio. Het is ook keihard nodig, dat weten we met z'n allen, hè, voor de bedrijven, maar ook gewoon voor de mensen die woon-werkverkeer rijden. Ja, het is gewoon cruciaal voor deze regio. En nou, we hebben er lang op gehoopt, veel op gelobbyd, maar we zijn echt ontzettend blij dat men er nu uit is samen. En ja, het kan mij niet snel genoeg gaan, liever vandaag dan morgen weer starten. De eerste auto's van Heijmans zag ik alweer rijden vanmorgen, dus ik hoop dat het een goede voorbode is. Ja. Welke rol heeft de gemeente nu kunnen doorvoeren richting de provincie om dit zeg maar, voor elkaar te krijgen? Ja, kijk, allereerst natuurlijk gewoon de credits aan de provincie dat die daar samen met Heijmans uiteindelijk toch is uitgekomen. Het was van dusdanig belang dat alle West-Friese gemeenten, maar ook het bedrijfsleven, ja, dat heel nadrukkelijk onder de aandacht heeft gebracht bij de provincie. Voor het geval ze niet door hadden dat het zeer urgent is om hiermee door te gaan. Ja. Dus iedereen heeft daar een klein steentje aan bijgedragen. En uiteindelijk kijk ik naar het grotere resultaat. En nou ja, nogmaals, ze kunnen voor mij niet snel genoeg starten. Ja. Ik hoorde al einddatum 2018. Ja. Klinkt heel ambitieus, moet ik zeggen, want het is toch een gigantisch project. Ik hoop dat de overlast te overzien blijft de komende 2 jaar. En ik hoop oprecht dat we eind 2018 snel naar Enkhuizen komen vanuit Horen. Ja. Hoe kijk je nu als gemeente terug op de vertraging die nu ontstaan is in het verleden, omdat de werkzaamheden gewoon stil hebben gelegen? Ja, voor ons is het iets... We hebben een onwijs lang traject vooraf gehad, voordat de schop de grond in ging. En dan is het wel heel zuur dat halverwege het traject het plan gewoon stil komt te leggen. En wat voor reden er ook is, maar dit is, het voelde als een ramp. Ja. Is voor de gemeente nu de kous af? Nou, we zullen uiteindelijk nu natuurlijk de verdere ontwikkelingen moeten zien. En we hopen ook dat de overlast de komende 2 jaar beperkt blijft, zodat de doorstroming gewoon... wel op orde blijft. En dat is wel een punt van zorg.